Het wordt wat, jongens. 50-50, ja. Zeg jij, Kees. Daar komen de spelers aan. We gaan snel naar onze commentator. Dat is Mark van Rijswijk. Want iedereen in de Galgenwaard is klaar voor Utrecht-Ajax. Ook vanaf de commentaarpositie een bijzonder goedenavond. Er is een sfeeractie, uiteraard. Voorafgaand aan dit duel. Zoals altijd in aanloop naar een Utrecht-Ajax. Er nog wat extra spanning op wordt gegooid. En dit is dan niet eens zomaar een Utrecht-Ajax. Dit gaat om een plek in de finale van het bekertoernooi. Twee ploegen die bepaald niet de grootste doen zijn. De vorige thuiswedstrijd van Utrecht werd weliswaar gewonnen. Maar werd zeker niet goed gespeeld tegen Twente. En het verhaal van Ajax is bekend. Uitwedstrijden loopt het niet. Thuiswedstrijden ook lang niet zoals gewenst. Maar Ajax is nog altijd koploper. En speelt vandaag dus voor de plek in de finale hier in de Galgenwaard. En van overheen van de streek begint vanaf links. Baarbek spits, Kerk vanaf rechts. Zo is de verwachting dat Utrecht gaat spelen. Maar ze kunnen tactisch gezien veel kant op met deze elf na. Trap voor Ajax. Gustafsson mocht kiezen. Speelt in de tweede helft naar de Bunningside natuurlijk. Zoals Utrecht dat het liefst heeft. En bij Ajax dus ook een paar wijzigingen. Geen Schuurs, geen Eiting. Wel Alvarez en Ekkelenkamp. Babel er nog altijd niet bij. Leidt dus tot deze namen van Erik ten Hag. Die het woord crisis al in de mond heeft genomen. Ja, wat wil je? Ajax zijn de verwachtingen hoog gespannen. En de prestaties zijn zeer tegenvallend. Kleiber is een van de spelers. Van wie je weet dat het wel goed komt qua inzet. Die op zal moeten passen dat het dan niet te ver gaat. Hier een van de mannen die het spel vorm moet geven. Daar hebben ze er wel veel van bij Utrecht. Maher kan dat. Gustafsson kan dat. Van Overheem kan dat ook. De enige die een dikke voldoende scoorde tegen AZ. De doelman. De eerste schijnbeweging van de dag is al gemaakt. Dat was bij de aftrap van Tadić. Kan Ajax de onrust van zich afspelen? Kan Ajax de bekerfinale halen? En wat kan Utrecht doen in de wedstrijd die voor Utrecht, zo zegt Van der Brom, niet de wedstrijd van het jaar is. Want dat wordt de finale. Talefico er dus bij, ondanks die overtreding op Svensson, niet bestraft. Wel gezien, wel beoordeeld. En daarom niet meer te bestraffen. Kerk niet bereikt. Ekkelenkamp heel even. Tadić
Krijgt de bal niet bij Promes. Ziyech gebaard meteen vastzetten. Tadić lijkt aan te geven dat hij dat heeft begrepen. Het eerste wat bij Ajax opvalt is dat Blind op het middenveld speelt en Martinez centraal achterin. Daar kopt Martinez. Daar gaat Kerk met Alvarez. Kappen en dan klaarleggen voor bijvoorbeeld Baerbeck. Dat lukt niet. Wel een herkansing. Dat lukt wel. En dan is daar de kans over Gustafsson. Na anderhalve minuut eerste kans voor FC Utrecht. De snelheid van Kerk gebruikt. En dan zet Gustafsson zijn voeten tegen, maar krijgt hij de bal niet in het doel. Tagliafico. Ekkelenkamp. Blind. Overtreding op Tagliafico. Van de Beek. Blind komt zich aanbieden. Middenveld staat hij dus controlerend. Van de Beek ook. Ekkelenkamp hier lijkt voorlopig het diepste middenveld. Kleiber bereikt Kerk niet. Daar is Blind. Van de Beek. Zo is het systeem hetzelfde, maar is de invulling bij Ajax heel anders dan verwacht. Hij in de spits, dat dan wel. Ekkelenkamp als echte nummer 10 nu. En Van de Beek, die de bal dus helemaal komt halen in de opbouw. En in de opbouw inzakt als extra middenvelder, waar Blind weer doorschuift. Nu Blind tussen Alvarez en Martinez. Hier Van de Beek. De bal onderschept door Kerk. Tikt de bal te ver voor zich uit. Dan is het makkelijk onderscheppen. Martinez van de bal gegleden. Bal gespeeld. In het midden is Gustafsson, geen buitenspel. Gustafsson, schot geblokt. Baerbeck liet meters buitenspel, Gustafsson niet. Dan laat Dest zich wel heel makkelijk van de bal zetten. Maar is de paas van Van der Streek niet goed. Alvarez terug op Onana. Weer Van de Beek. Dan Blind. Dan is de bedoeling daarna Tadić, maar die wordt niet bereikt. We hebben een nodige fout in de opbouw bij Ajax. Promes. Twee verdedigen van Kerk. Nou, trainer van Utrecht. Een verloor als trainer van Utrecht. Nog een bekerfinale. Bekerfinales gehaald. Bekerfinale is nog niet gewonnen, John van der Broek. Van de Beek.
richting Ekkelenkamp. Het verdedigd door Van der Marel. Promes. Kerk. Sterk in dat duel. Raarbeck. Geen enkele kans om die bal dan diep te spelen op Kerk, die alweer diep was gegaan. Zoet. Blind wijst Alvarez meteen dat die bal terug moet op Martinez. Met z'n drieën voorin bijna op een lijn. Van de Beek, Ekkelenkamp en Tadic. De bal gaat nu richting Ekkelenkamp. Valt voor Van de Beek. Martinez. Tadic. Promes. Ekkelenkamp en Tadic voor het doel. Van overheen haalt weg. De boodschap voor Van Overheem was niet te snel. Tadic geeft mij aan Promes. En zo kan de corner voorkomen, want een bewuste terugspelbal was dit natuurlijk niet. Dus kan hij hem gewoon met zijn handen pakken. Van de Beek zoekt ruimte. Hij of Blind moet die zien te vinden. Hij heeft Ziyech eigenlijk nog niet gezocht. Nu dan. En die staat tegenover Kouwara. Dat is niet de beste voetballer. Dit is een fout van Van der Streek. En het eerste schotje levert dat op. Van Ziyech. Daar zouden toch mogelijkheden moeten liggen. Ik kwam nu ten opzichte van Van der Streek die verkeerd instapte. Kouwara speelde een dramatische wedstrijd tegen RKC. Plek wel behouden. Onderschept. En meteen naar voren gedacht. Hoogma, Kleiber, Maher. Geeft mij aan Kerk. Van der Streek is al los. Van der Streek is al los, maar bal bereikt hem niet. Baarbek. Van der Beek verdedigt mee. Het ziet er toch steeds vrij wankel uit als Utrecht echt richting strafschopgebied gaat. Ajax heeft het meeste de bal. Gekopt door Leon Gouwara. Een van de velen bij Utrecht die op scherp staat. Barenbeck, geen buitenspel, maar Martinez heeft een voorsprong. Zie je. Blind, Ziyech. Nog net niet hoog genoeg voor Promes. Wel onrust nog achterin. Hoog, maar heeft hem nog niet onder controle. Nog steeds niet, dus is daar Van de Beek. Dest. Legt de eerste kans Ajax. Van de Beek. Balletje van Dest.
Opgevangen weer door Blind. Kleiber. Tadefico, Tadic. Promes, dreigen met het schot. Dat komt er ook, maar dat kwam niet heel ver. Blind. Ziyech. Chipje is slim. Dan is dit blijkbaar geen buitenspel. Ja wel, vlag omhoog. Zo, des te rost hem nog aardig. Maar er was al gevlacht en gefloten voor het buitenspel. Ziyech chipt hem aardig. Hier geen buitenspel, maar dan wordt de bal nog verlengd daarna. Daar via het hoofd wel buitenspel dus. Spandoek voor Sonjo. Zoon van onze collega Frank Visgraper. Die op 20-jarige leeftijd is overleden. En namens ons allemaal uiteraard voor de familie. Frank en alle nabestaanden. Heel veel sterkte met het verlies. Vastgehouden door Alvarez. Ook hij op scherp. Staan een vier in de basis bij Utrecht op scherp. Guwara, Kerk, Bahebek en Kleiber. Als die geel krijgen en Utrecht haalt de finale, zijn ze geschorst. Anders uiteraard voor de volgende bekerwedstrijd die ze daarna spelen. Hij dus ook. Bij Ajax alleen Donny van de Beek van de basis 11 op scherp. Hoogma. Kerk jaagt door. Geen overtreding. Zo geeft Kuipers aan. Van der Marel. Vrij gedaan. Adam Maher. Kan naar Kerk. Oh, binnendoor gegeven. Vlag blijft omlaag. Baarbek voor het doel. En legt op van de streek. Die de bal niet goed raakt. De juiste voorzet ontbreekt nog bij Utrecht. Maar al een paar keer heel gevaarlijk doorgekomen. Met name via Kerk. Promes nu. Hij legt terug. Tadic kan die uithalen, ja. Schot geblokt. Maher. Kerk nu wegsturen lijkt vrij lastig. Oh, Kerk had alleen zelf ook niet meer opgerekend. Die dacht, Tagliafico onderschept die bal wel. Als hij uit was gegaan van de fout van de linksback, dan had Kerk denk ik wel bij die bal gekund. Verlengd. Gustafsson
Gebruikt het lichaam. Mag door. Gouwara. Van Overheem. Terug op Gouwara. Gouwara. Aanname van Van der Streek. Schot was bijna onmogelijk al vallen. Promes. Van de bal gezet door Kleiber. Pakje van Maher erbij. Martinez. Dest. Ziyech. Meteen ook van de streek daar naartoe. Dat levert de corner op. Weer zo'n moment van Utrecht. Met Maher in een hoofdrol. Draait goed weg en geeft dan de paas ook. Juiste snelheid, juiste richting. Net geen buitenspel zo te zien. Dan wil Baabekker bij de eerste paal hebben, maar kiest. En dat is op zich niet onlogisch gedacht. Kerk voor de teruggetrokken voorzet. Had misschien van de streken wel af moeten blijven, zodat Gustafsson er wat mee had gekund. Promes geeft voor. Blind. Ga maar door. Dat geeft Kuipers aan. Ik geloof nog niet. Kinderachtig fluit. Fico wilde me laten lopen voor een inworp. Dat had misschien nog wat meer druk op kunnen leveren van Utrecht. Alvarez. Tadic, Promes. Ziyech. Nog steeds hebben de keepers het bepaald niet overdreven druk gehad. Maar is heel zacht uit de druk. Ekkelenkamp krijgt de bal niet lekker mee. Wanneer moet Onana of Zoet een keer echt in actie komen? Oh. Ongelukkig, Kuipers loopt van Overheem in de weg. Die de bal dacht te kunnen onderscheppen. Hier is Ekkelenkamp. Daar was van Overheem wel in ieder geval alweer terug. Om daar de bal weg te kunnen halen. Ja, als de scheidsrechter de bal speelt en die verandert belangrijk van richting, moet het spel worden stilgelegd. Ja, een tegenstander van wie dan ook in de weg lopen. Dat is ongelukkig. En dan doe je dus niks. Van de Beek loopt te veel. Kan nu diep. Gustafsson ziet het. Blind ziet het ook. Eigenlijk een moment dat wat Van de Beek wil niet kan. Dest.
last van de schouder. Het balverlies in de wetenschap. Omdat dat toch juist is waar Utrecht op loert. Utrecht heeft ook wel opgelet bij hoe Ajax kwetsbaar is in de omschakeling. Als de backs hoog staan. Een van die backs dus nog behoorlijk last van de schouder heeft. Oh, verkeerde kant op Guara. Tadic. Ziyech. Voorzet van Ziyech valt voor. Een aardige pingel, zegt van Taliafico. Daar zit Zoet ook nog net aan. En dus is dit de eerste serieuze poging van een van beide ploegen. De ene linksback maakt hem mogelijk, Guara. En via een omweg komt hij uit bij de andere linksback. Taliafico krijgt hem. Ja, dit is zo'n bal die zo lekker aan komt stuiteren. Die moet je zo ineens nemen. Ja, dan kan hij ook. Nou, de golgenwaard uit, dat dan weer net niet. Maar een heerlijke streep van Taliafico. De korte corner variant werkt hier niet. Kerk zit er bovenop. Moet wel voldoende afstand houden natuurlijk. Kerk moet nog een stapje naar achteren. Wijst op dat streepje, ja, dat staat daar niet voor niks. Bal draait. Op het bovenbeen. Geen hens. Was wel appel voor volgens mij. Gingen een paar handen omhoog. Maar het bovenbeen. Geen strafschop daar natuurlijk. Zo zou je kunnen zeggen dat Utrecht de beste kans heeft gehad. Via Gustafsson vroeg in de wedstrijd. En Ajax het beste schot heeft afgeleverd met Taliafico. Waarbij Zoet in ieder geval in actie moest komen. Die bal is wat te hard. Dus snel reageren. Er staan natuurlijk nog wat mensen in de weg. Aanwijzingen voor Hoogma. Daar fluit Kuipers niet voor. Dat doet hij de hele avond doet hij nog niet. Dat is eerder opgemerkt. Fluit niet te snel voor lichte duwtjes. Spelers die misschien wat te makkelijk gaan liggen. Dat was prima. Doe dat consequent. Ekkelenkamp. Ekkelenkamp die wel iets te stevig aangepakt. Met Martinez. Baabek met de bal. Martinez met de bal. Uitstekend opgelost. Kleiber onderschept. Blind onderschept. Ziyech. Voordeel gegeven. Opnieuw Ziyech. Voor beide ploegen lastig om tot echt vlotte combinaties te komen. Het spel af en toe te slordig.
De tegenstanders maken het elkaar natuurlijk ook niet heel makkelijk. Schotje van Blind. En Guevara mist wat rust. Eigenlijk al. Overstapje van Ekkelenkamp, daardoor Tadic. Dest, Blind. Talivico gaat, probeert zijn ruimte te creëren. Die is er hier voor Ziyech. Harde bal van Ziyech en die valt net niet voor Ekkelenkamp. Zoet krijgt wat meer te doen. Gustafsson denkt Baabek buitenspel. Ja, mag eens omhoog. Bal van Blind uitstekend. Dan zie je gewoon met een harde bal tussen keeper en verdediging in. Maar in dit geval dus wel voor de keeper. 11 doelpunten heeft Ekkelenkamp gemaakt in de keukenkampioendivisie dit seizoen. Eentje in de Eredivisie. Scoort ook al in de beker. En qua verschillende competities zal het daarbij blijven. Martinez. Gustafsson. Tipt hem richting Kerk. Die gebruikt gewoon zijn lichaam hier beter dan Alvarez. Kan naar Baabek. Kerk. Wacht nog steeds. Voorzet is dan niet goed. Eerste instantie wel natuurlijk. Vallend hoe makkelijk Alvarez dat duel daar verliest. Blind vrijgespeeld, dan moet Van der Streek daar naartoe. Ekkelenkamp kan door op Ziyech, maar het gaat de andere kant op. Ziyech vraagt om de bal. Het gaat naar Promes. Ziyech staat met de armen wijd. Waarom krijg ik die bal nog niet? Toegeven, Ziyech heeft ook aardig wat ruimte steeds. Ekkelenkamp. Tadic. Schept door Van der Beek. Ah, die heeft de bal. Maher nu. Blind bij hem. Ook dit kan door. Van der Beek. Gustafsson, pijn bij Kleiber. Vrije trap voor Utrecht. Gustafsson heeft last, maar hier zal de meeste zorg naar uitgaan. Naar de rechtsback. Wat gebeurt er met Kleiber? Stapt over de bal. Tikt de bal weg en grijpt daarna meteen naar de Achillespees. Meteen het moment voor een paar spelers om even wat te gaan drinken en wat instructies te krijgen. Of er en der wat bij te praten op het veld. Dat doen Van der Streek en Gustafsson. Kruis praat met Baabek. Rick Kruis. Bert van Marwijk ook aanwezig. Hij heeft geen dekentje nodig, vermoed ik. Al is hij de afgelopen jaren nog wel wat beter weer gewend. Zo koud is het vandaag niet. Hey. Inderdaad de conclusie.
Ik had mijn verbazing al uitgesproken over het feit dat het zo weinig over rechts ging. En Ten Hag roept nu ook meer over rechts. Sowieso is Ziyech een vrij goede speler die je best vaak in het spel kan betrekken. Maar hij staat dus ook niet de beste speler van Utrecht tegenover. Schotje van Van der Streek. Waarbek. De overtreding. Levert de vrije trap op. Kleiber is wel weer terug, maar loopt nog niet heel soepel. Probeert het er een beetje uit te schoppen, te schudden. Dat gaat allemaal nog niet van harte. Er is nog steeds niemand warm trouwens van Utrecht. Dus gaan ze er wel vanuit dat hij gewoon door kan. Gustafsson, Maher. Voor het doel 5 man van Utrecht. Gustafsson bereikt wel. Ja! Hij bereikt de winning! Van de Streek! Utrecht leidt. En als het Van de Streek niet was geweest, was het wel Van der Marel. Ajax laat zich compleet verrassen bij die vrije trap. Weer een achterstand. Is het buitenspel? Nee, Blind heft dat op. Blind heft het op. Ja, en zoals gezegd is het Van der Streek niet die kopt. Dan staat Van der Marel erachter helemaal vrij. Dat is toch wel licht verbijsterend dat er 2 klaarstaan om die bal zo in te koppen. Onana komt, maar heeft de bal ook niet. Blind stapt achteruit. Dat doet de rest van de verdediging niet. Daardoor geen buitenspel voor Van der Streek en Van der Marel. En dus 1-0 voor Utrecht. Het was al aan Ajax om het spel te maken. Dat zal uiteraard zo blijven. 1 streep van Tagliafico. 1 voorzet van Ziyech die Zoet net had. Daar is tot nu toe bij gebleven. Er zal meer moeten komen. Ekkelenkamp. Dest. Maher met excuses. Die heeft ook wel door dat er niemand bij die bal komt. Promes, het gaat leert voor buitenspel. Dan gaat gewoon verder. Van de Streek, Baarbek zit. Opeens, wat doet Blind? Blind zegt, ik doe wel niks, zodat er verzorging plaats kan vinden. Want ja, als Baarbek zit, dan vrees je toch meestal niet dat er sprake is van theater. Het doek dat eigenlijk zo'n beetje had moeten komen toen het doelpunt viel. Na 33 minuten Sam Thuis overleden op 33-jarige leeftijd. Een Utrecht-fan. Spande ook voor hem op de Bunnik-site. Kleiber lijkt het te gaan. Daarvoor is ook niet direct dus iemand de warming-up ingestuurd. Nu wel met Peterson. In ieder geval als aanvallende optie. Abbas zou natuurlijk kunnen. Dalmau is er weer bij.
verdedigend heeft... Tjerny is er trouwens ook nog, maar die krijgt niet zo heel veel speeltijd. Is het weer eens een keer einde wedstrijd voor Baarbek? Gezien zijn reactie heeft het er alles schijn van. Daar lijkt Van der Marel nog buiten spel te lopen. Uiteindelijk niet. En de bal door Gustafsson perfect neergelegd. Zodat Onana er niet bij kan. De verdediging ook niet. En Van de Streek wel. Heerlijke vrije trap van Gustafsson. Het is heel, heel matig verdedigd. Maar het is ook een hele, hele fijne trap om dat doelpunt mogelijk te maken. Weer een blessure. Nou, zelfs geen handje. Zelfs dat niet. Onfortuinlijk, dat is een ander statement als het gaat om Baarbek. Wat een blessureleed heeft hij gehad. Nou, veel opties dus om hem te vervangen. Allemaal al genoemd. Tadic met zijn tienen. Nu moet Utrecht dit verdedigen. Dat betekent dus vooral dat ze echt niemand meer voorin hebben. Overtreding op Gustafsson. Tadic zegt, ik speel de bal volgens mij. Misschien bedoelt hij, ik deed een poging om de bal te spelen. Want de bal raakte hij toch niet. Gustafsson wel. Hopelijk voor hem valt het mee. Je zag al aan zijn eigen reactie dat hij het wist. Weer een blessure. Weer de wedstrijd niet uit kunnen spelen. Er weer geblesseerd vanaf. Gustafsson probeert denk ik de blessure zo lang mogelijk te rekken. Zo erg is het allemaal niet. Om de wissel mogelijk te maken. Maar ja, dat gaat niet lukken. Zoveel last had Gustafsson helemaal niet. Maar ja, hij dacht, als ik nou nog even een half minuutje blijf liggen. Dan zijn we weer met 11. En het duurt iets langer voordat de wissel klaar is. Het wordt Abbas. Zie je. Blind. Taliafico had hem zelfs aan kunnen nemen. Promes. Taliafico. Nu kan de wissel. Schoenen laten zien. Ik liet de spikes onder het monteren te zijn. Van de Beek. Gustafsson, dat pakt goed uit. Kerk. Met Alvarez nu. Alvarez wint. Martinez bracht Kerk voldoende uit balans. Dit is voorlopig geen buitenspel voor Ekkelenkamp. De vlag blijft omlaag. Dus ook geen overtreding. Zo, dit ook niet. Vol op de bal. Van der Marel zag het. De bal naar Kerk. En die reageert als een beetje als enige. Onana durft het niet aan om te komen. Martinez had het wat laat door. Gustafsson, geen 2-0. Hoe vaak is Utrecht nu al niet doorgekomen op die manier? Kerk wordt weggestuurd. Is iedereen van Ajax er snel af? En legt het toch heel aardig neer voor iemand voor het doel. Heel goed werk van Van der Marel. En hier stopt Martinez met lopen omdat hij ervan uitgaat dat Onana komt. Maar Onana schat het in en denkt, ik moet niet komen. Door de benen van Martinez voorgegeven. Slimme bal van Kerk. Ja, dat hij geen assist heeft, ligt niet alleen aan hem, zou ik maar zeggen.
afstand tussen Blind en Ziyech. Blind heeft de bal alweer heroverd. En hier is Ziyech. Ekkelenkamp. Ekkelenkamp komt daar niet dwars doorheen. En dan is het zelfs gewoon een doeltrap. Omdat de bal via Promes achtergaat. Wat verwijtende blikken richting Ekkelenkamp hier. Ziyech beweegt door, die zou hem ook wel willen. Promes wil daar misschien wel een steekpaasje. Je ziet meteen inderdaad ook Promes reageren. Je ziet Ziyech reageren. Ja, ze kunnen niet allemaal de bal krijgen. Dat wordt wat lastig. Gustafsson, Kleiber ook mee op die rechterkant. Kerk eerst, dan Kleiber. Ja. Dan terug op Kerk. Dan moet het met links. Ja, dan moet het met links. En heb je het gevoel dat als Kleiber die bal iets beter teruglegt, zodat Kerk met rechts uit kan halen, hier meer in zit. Dat heb je bij meer aanvallen van Utrecht. Ajax heeft de bal, Utrecht de meeste dreiging. Promes. Voorzet. Ekkelenkamp kan er net niet wat mee. Abbas verlengt op Gustafsson. Ja, dan moet hij in zijn eentje het hele veld oversteken. Dat wordt lastig. Is dat een overtreding? Hij wil voor komen van wel. Kuipers zegt niks aan de hand. Gustafsson staat weer op. Aan de andere kant Ziyech. De eerste controle ging niet helemaal goed. Ziyech. Dan maar met rechts. Promes. Tadic. Van de Beek. Blind. Daar gaat Kerk weer. Daar gaat Kerk weer. Blind loopt niet eens meer mee. Die denkt ze moeten het daar maar oplossen. En dat wordt ook opgelost. Er waren er 3 van Ajax tegen 2 van Utrecht. 4 minuten erbij. Ja, het spel heeft natuurlijk wel even stilgelegen. Kleiber. Tijd behandeld. Baarbek behandeld en vervangen. Zie je. Dest. Met links. Kuipers wordt nog even toegesproken door onder andere Maher. Of er niet iets moet gebeuren aan de man die de overtreding maakt op Gustafsson zojuist. Ik dacht dat dat Blind was. Nee, ja. De reactie van Blind, daar denk ik het eigenlijk het meest mee eens. Het is een overtreding. Maar Gustafsson moet niet net doen alsof zijn Achillespees wordt afgezaagd natuurlijk. Nu naar Kerk. Van overeen gaat de andere kant op. Er lag heel veel ruimte voor Kerk. Van de Streek. Vrije trap. Kerk staat nog steeds met zijn handen op zijn hoofd. Als Van overeen het had gezien, ja, en het had gekund. Want die bal had er dan ook maar heen gemoeten. En nog steeds lijkt hij naar Van overeen te vragen. Kon het dan echt niet? Het antwoord daarop blijft er dus nee. Let op Kerk. Die hier, als hij hier kan worden weggestuurd, maakt Van overeen kap terug. Van der Beek krijgt niks. Ja, en hij wordt tegen.
En hij kreeg een duw. Maar hè. Ging voor de corner. Maar chipte de bal net niet tegen Zierga. Blik op de klok van Van der Brom. Dat heeft hier in het stadion niet zo heel veel zin, want die blijft op 45ste. Alvarez. Ekkelenkamp. Martinez. Goede controle. Houdt daarmee de rust aan de bal. Balverlies bij Blind. Kleiber. Maher. Kleiber. Voor Ajax. Van der Brom geeft aan nog even scherp zijn, nog even snel terug. Niet protesteren nu. En dan is het rust en krijgt Utrecht een staande ovatie van de Galgenwaard. Want Utrecht leidt door het doelpunt van Sander van der Streek. Mooie kopbal. Van der Marel doet het goed als centrale verdediger. Stond ook aan de basis nog van een aantal dreigende momenten. Krijgt het publiek natuurlijk wel met zich mee. En Ajax zal veel en veel beter moeten. Want het is niet verder gekomen dan het schoten van afstand. En de grote kansen blijven uit. Ajax weer op achterstand. Weer in een uitwedstrijd. Straks de analyse. Dan zijn we hier terug met Jan Joost, met Kenneth en met Kees. Heel graag tot zo.
is FC Utrecht ook weer. Daar zien we Blind. Die gaan we uiteraard naar de wedstrijd ook behandelen. Op de zes positie vandaag. Ja. De Latino's staan achterin. Utrecht staat voor. 1-0 halverwege tegen Ajax. We gaan terug naar Mark van Rijswijk. Heel veel plezier bij de tweede helft. En zo beginnen beide ploegen ongewijzigd ten opzichte van het einde van de eerste helft. Heeft Utrecht natuurlijk al een keer moeten wisselen. Met Bahebek die geblesseerd uitviel. Hij werd vervangen door Abbas. Alvarez en Martinez dus het centrum van de defensie. Als ik zo kijk. Het is nu nog lastig te zeggen. Maar als je ziet hoe iedereen zijn positie inneemt. Lijkt er ook tactisch niet heel veel te veranderen. Niet opeens iemand op een hele andere plek ofzo. Utrecht op 1-0. Ajax heeft 45 minuten in ieder geval om alsnog richting de Kuip te kunnen. En hoort dan morgen wel wie de tegenstander daar zou worden. Of gaat Van der Brom weer voor een finale? Zijn derde in een paar jaar tijd. Martinez, Alvarez. Blind, nu niet tussen de centrale verdedigers, maar links naast de centrale verdedigers. De vrije trap voor Ajax. Blind gebaart Alvarez dat hij wel naar voren mag. Ziyech, lekkere trap van de Maro kopt. Van de streek is het die weggehaald. Kerk, Abbas in het midden. Kerk mag hem gewoon aannemen. Ziyech probeert hem af te stoppen, dat lukt ook niet. Ja, dan gaat hij te laat liggen. Kerk, zo goed in eerste instantie, mist dan het overzicht om iets eerder toch de paas te geven. Want Gustafsson en Abbas kwamen in een 2-1 situatie. Aan de andere kant Promes. Appel voor buitenspel voorlopig niet gehonoreerd. Promes wordt geblokt. Maher. Promes blijft liggen. Geraakt door Maher. Blind met de bal. Promes krabbelt weer op. Van der Beek. Ziyech. Van der Beek. Ekkelenkamp. Promes. Tadic. Wie haalt eruit? Voorlopig niemand. Ekkelenkamp, Dest, Ziyech, Taliafico, voorzet geblokt. Dest vangt op, schot geblokt. Alvarez. Is iedereen terug op Kerk na van Utrecht. Het schot van ver. Niet ver naast. Deli Blind met de poging. Aanval over veel schijven, ook binnen het strafschopgebied. Maar Utrecht heeft steeds minstens 9 en vaak 10 man terug. Maar herkopt. Abbas met Martinez. Martinez wint. Maar weet ook nog steeds niet precies waar hij heen kan. Toch op Onana. Gustafsson naar Onana. Die raakt natuurlijk niet heel snel in paniek. Blind. Wat gebeurt daar? Nou, Moppert van de streek. Die echt mooi doorgespeeld. Voorzet, makkelijk voorzoet. Van der Streek mopperde hier op Van der Beek. Die zijn ogen wat te veel theater maakte. Wordt op zijn
Hiel getrapt. Kerk met Taliafico. Door de benen van Taliafico. En dan de vrije trap tegen. Utrecht boos. Niks mee te beginnen voor Promes. Hij deed dit slim. Uiteindelijk het duwtje. Ik snap wel dat Kerk zegt. Had liever wat meer ruimte gehad om er langs te komen. De supporters winden zich weer wat meer op. Nu krijgt Abbas de vrije trap. En snapt Martinez het niet. Het zal ook voor Kuipers lastiger worden, die de eerste helft het een en ander toeliet. Ja, met de belangen groter. Een wedstrijd als deze. Dan zal Kuipers met al zijn ervaring ook het moment aanvoelen dat hij wat minder ruimte moet geven aan de spelers. Buiten. Hier is Promes. Kleiber. Ziyech wil heel fraai door de benen van Kleiber. Begint bij hem. Abbas gleed weg. Mede daarom de bal kwijt. Van der Beek. Fel in de coaching richting Abbas, die niet helemaal deed wat hij moest doen. Blijkt. Kouwara onderschept wel. Waar gaat Maher heen? Hoogma. Oh. Dat is een wat merkwaardig blok. Toch van Alvarez. Abbas wilde langs om druk te zetten. Het spel gaat verder, want Kuipers zag het en vond het niks. Pijn nu ook bij Van der Streek. Wat gebeurt er precies? Ja, er is wel wat contact natuurlijk, maar toch ook niet zo heel veel. En dan is het weer de vraag, wat is er met Van der Streek aan de hand? Die bij een sliding om daar de... de blessurebehandeling voor Abbas mogelijk te maken. Zijn schouder heeft geblesseerd. Heb je vaker als dat was een schouder? Ja, want er gebeurt natuurlijk niet echt iets raars. Schreeuwt het meteen uit. Maar hij heeft dan vaker problemen gehad met zijn schouder. Ik weet niet of het dezelfde is. Maar ja, er gebeurt niet iets geks. En meteen last. Goed overleg op de bank. Als hij niet verder kan, zal Peterson een logische vervanger zijn.
heeft meteen zelf door dat het mis is. En zo is het een wat rommelig begin van de tweede helft. Maker van de 1-0. Is dat hetzelfde probleem dat hij al eerder in zijn carrière heeft gehad? Ja, dat kan ik uiteraard van hier nu niet beoordelen. Maar ik vraag me af of hij verder kan. Balverlies bij Ajax. Uitbraakmogelijkheid is groot voor Utrecht. Man minder, maar het is een serieuze kans. Kerk. Kerk nu zelf. Kerk en Onana. Mannetje minder, maar wel een kans. Balverlies. Discussies werden aangeboden door Dest, die het balverlies leed. Wil het weer proberen van de streek? Er zijn spelers bezig in de warming-up. Maar nog niet iemand die direct invalt. En Ajax blijft moeite houden om tot kansen te komen. Het is ook moeilijker natuurlijk wat Ajax wil dan wat Utrecht doet. Tegenhouden is makkelijker dan creëren. Maar de simpele conclusie is dat het werkt voor Utrecht. Van der Brom heeft ook wel gezien hoe het werkt tegen Ajax. Ontregelen. Dat is het recept. En daar dan weer een antwoord op vinden wat Ten Hag moet doen. Dat is moeilijk. Bij een ploeg waar het in ieder geval op dit moment niet draait zoals gewend. Niet te controleren die bal voor Kleiber. Van der Marel met excuses. Tadic. Tadic goed. Taliafico van de Beek. Klaarleggen Dest. Nog verder klaarleggen. Ja. Soms spelen er af en toe 8. Het probleem is, het zijn er dus 10. Kouwara niet blij met de vrije trap tegen. Die vrije trap is al genomen, zodat protesteren niet heel veel zin meer heeft. Voorzet. Abbas. Krijgt hem niet bij Gustafsson. Daar gaat Abbas. Aan de andere kant. Door Maher. Van de bal gezet door Blind. Natuurlijk geen overtreding. Tadic Promes. Ekkelenkamp mee. Van de Beek is daar. Ziyech is daar. Het schot. Oeh, zoet. Hij ging nog even met zijn been omhoog. Balverlies van Maher. En dan kan Ajax een keer omschakelen. En wat minder tegenstanders tegenover zich vinden. Zoet houdt uiteindelijk goed zicht op. Gustafsson, Blind er weer goed tussen. Kleiber er goed tussen. Martinez. Promes, Ekkelenkamp. Niet veel van gezien in de tweede helft. Krijgt hier de vrije trap. Ja. De
vrije trap alweer genomen door Blind. Ajax heeft haast, probeert Utrecht te verrassen met een paar snelle vrije trappen. Het levert de corner op. Het levert geen corner op. Kerk is snel genoeg om die bal binnen te houden. Nog steeds Kerk, Abbas. Krijgt Ajax die bal wel lekker weg? Voorlopig niet. Druk van Abbas. Uiteindelijk Abbas in het gezicht geraakt. Geen overtreding volgens Kuipers, die er weer bovenop staat. Weer blijft Abbas liggen. Nu staat hij dan toch maar op. Bal scherp, weggehaald van de Marel. Hij was enkele kant daardoor gelopen. Ik hoop een goede bal van Ziyech te krijgen. Hij is weer terug. In ieder geval om de wedstrijd te kunnen volgen. Kruis lijkt ook zo te zeggen, ja, het is goed. We moeten de wedstrijd volgen. Daar komt Zoet. Die heeft de bal. Europees uitgeschakeld in de Eredivisie. Alleen nog op doelsaldo koploper. Een ruime voorsprong uit handen gegeven. Dreigt nu ook in korte tijd het einde van het bekeravontuur van Ajax. Daarmee is natuurlijk niet alles uit handen gegeven, want de titel is nog steeds een zeer realistisch doel. Maar dat er in korte tijd een hoop misgaat bij Ajax, dat is wel duidelijk. Van Overeem schreeuwt. Dat lijkt allemaal wel mee te vallen. Wat te veel theater bij Utrecht. Maar goed, Ajax heeft erger meegemaakt. Gustafsson. Goeie opening van Van der Maren. Speelt uitstekend rechtscentraal. Kouwane. Wacht wat lang met de paas. Abbas. Maher kijkt naar Kleiber, maar ziet daar ook Promes. En besluit het niet te doen. Hoogma. Guevara. Bal is goed op Van der Streek. Moet hem terugleggen nu. Van der Streek, penalty. Schop voor Utrecht. Ook dat nog lijkt Ziyech te denken. Dan wordt het dus Gustafsson tegenover Onana. De ene specialist tegenover de andere. Guevara met een goede paas. Alvarez. Wat doet hij? Alvarez moet gewoon meelopen. Hij moet gewoon meelopen. En hij raakt Van der Streek. En daarna ook nog ergens een keer de bal. Alsof hij al zit. Van der Brom. Ja, met Gustafsson weet je dat die kans vrij groot is. Onbegrijpelijke actie van Alvarez om daar te glijden.
Ja, leg hem maar neer. Er wordt natuurlijk nog gekeken. Ja, er was al niet zo heel veel aan de hand, maar er was contact. Alvarez deed het zelf vooral alles behalve slim. Dus zal die penalty echt niet worden overruled. Want er was in ieder geval niets aan de hand. Gustafsson tegenover Onana. En dat is dus Gustafsson 2-0 Utrecht. Utrecht. Met een marge van 2 en nog een klein half uur te gaan. Hard op weg naar de Kuip van de Bron. Hard op weg naar weer een finale. Zet hem op 11 meter achter de bal en dan zit hij erin. Hij wordt op zijn voet geraakt van de streek. Hij kijkt. En ook Onana heeft het antwoord niet op de penalty van Gustafsson. Ajax zal er alles aan moeten doen om überhaupt een verlenging te halen. Maar kan hier al op 3-0 komen. Abbas net naast. Het gaat alweer mis vanaf de aftrap bij Ajax. Nu zijn er 2 vereist voor een verlenging. Dat zijn er bijna 3. Blind, Van de Beek, Blind. Ja, Blind. Dit is niet de Blind van een paar maanden geleden. En dat is logisch. Maar dat is wel de conclusie. Huntelaar gaat komen. Een echte KNVB-beker-expert. En hoeveel risico gaat Ten Hag dan nemen? Alvarez. Van de Beek. Ziyech, Van de Beek. Tadic. Geen ruimte om uit te halen. Taliafico. En daar gaat Kerk. Die kijkt dus om zich heen. Ziet 3 ploeggenoten en ziet dat er 4 van Ajax zijn. Notabene is het Tadic die als enige van de rest nog mee terugkomt. Kerk, Martinez. Was dat beter op dan zijn collega centrale verdediger. Kerk wandelt ook eens rustig naar de bal toe. Het is een randje buitenspel, maar voorlopig mag het door. Ekkelenkamp. Ziyech heeft Promes bij zich. Daar gaat Promes. Vlag blijft omlaag. Ekkelenkamp voor het doel. Rand 16 moet die bal naartoe. Wie heeft het vandaag wel bij Ajax? Van Overeem gaat er even bij zitten. Lijkt wat last te hebben. Ga maar door. Kuipers. Ja, die fluit consequent. Moet niet te makkelijk gaan liggen. Oh, Ziyech. Van Overeem stond net weer. Ekkelenkamp wel vrij aangenomen, maar Hoogma had het verwacht. Guevara. Daar komt dan de wissel. Stond al een tijdje klaar. Ekkelenkamp eruit. En Huntelaar erbij. Ziyech. Goeie snelle combinatie. Van de Beek legt. Ziyech. Verdedigd door Maher. Weer Maher. Die ook dat wint in de duel met Van de Beek. Zo, wat een versnelling bij Maher. Met de bal aan de voet sneller. Dan Blind zonder. Moet nu wel even wachten op ondersteuning. Die komt op de voet van Gustafsson. Daar is Gustafsson. Maar daar is ook Onana. Kan Ajax Huntelaar in stelling gaan brengen?
Tadic heeft als spits niet een kans gehad. Promes, Huntelaar. Tadic. Huntelaar gaat door. Huntelaar. Taliafico. Ziyech. Dan gaat Kleiber erbij zitten. Ja, het grote tijdrekken is wel begonnen. Van Overeem dacht er even aan. Nu denkt Kleiber er blijkbaar even aan. Staat toch maar weer op. Een nieuwe bekerfinale zou hem een kans bieden op een record. Alleen Johan Cruijff scoorde vaker in KNVB bekerfinales dan Klaas-Jan Huntelaar. Maar om over Cruijff heen te gaan, moet Huntelaar eerst die finale dan maar halen. Daar Van der Sar, Overmars, Menno Gele. Vaak in beeld genomen. Afgelopen anderhalf jaar met een grote glimlach. Promes. Huntelaar. Tadic. Huntelaar. Nee, Zoet. Huntelaar glijdt. Raakt Zoet. En er komt er ook geel. Oh, nou, dan kan er een streep door die theorie. Want Huntelaar staat op scherp. Betekent dus dat zelfs al krijgt Ajax het voor elkaar om de bekerfinale alsnog te halen. Gaat inderdaad te stevig door hier. Huntelaar geen kans krijgt om gelijk te komen met Cruijff in doelpunten in bekerfinales. Hij is geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd die hij dan zou moeten spelen in Nederland. Bondscoach van Jong Oranje, die veel internationals in het geval aan het werk kan zien. Erwin van der Looy, Hoogma en Schuurs bijvoorbeeld. Nou, Schuurs speelt niet. Maher. Bal is fijn van Ziyech. Promes van de Beek kan daar niet bij. Natuurlijk ook opvalt is hoe moeizaam Ajax scoort in deze periode. Dat lukt eigenlijk alleen tegen Getan. Met dan ook nog een eigen doelpunt bij. Abbas staat nu een meter of twee buitenspel. Dus wacht Gustafsson, maar die wacht zo lang dat hij van de bal wordt gelopen. Vrije trap alsnog. Omdat Gustafsson de overtreding maakte voor Ajax. Daar lijkt ook Gustafsson het wel mee eens. De supporters die om mij heen zitten, zo te zien. Van Overeem. Tadic, nog eens. Van de Beek. Van Overeem. Ik dacht er weer even aan om te gaan zitten en om een bestuurbehandeling te vragen. Maar dan zou hij de corner niet kunnen verdedigen. Dat staat toch maar weer op. Corner Ziyech. Kopballetje. Een nieuwe corner die Taliafico claimt, krijgt hij niet.
geeft. Abbas gaat. Alvarez heeft de voorsprong. Abbas heeft uiteindelijk toch de bal. En Utrecht gooit. Het echte cupfighters. Utrecht is een cupfighter, Van der Brom is een cupfighter. Die combinatie lijkt dus wel te werken dit seizoen. En een cynisch helemaal niets in Amsterdam van de Utrecht supporters. Dat is voorlopig wat voorbarig. Deze wedstrijd is nog niet gewonnen en Ajax kan nog kampioen worden. Het is maar wat je niets noemt, maar dat het niet wel ergens vandaan komt is natuurlijk ook duidelijk. Daar is Kerk en daar is bijna 3-0. De meeste Ajax-supporters zullen toch het gevoel hebben dat in korte tijd alles uit handen is gegeven. Promes. Blind. Wie vindt een gaatje door de muur van 11? Er staan er 6 op lijn zo'n beetje achterin bij Utrecht. Vind maar eens iets. Italia Fico. Huntelaar vraagt om de bal. Krijgt hem niet. Bal schiet door. Van de Streek heeft hem niet. Dest is daar. Ziyech. Abbas. Goed gewacht door Martinez. Bas en Kerk proberen af en toe nog voorin iets te doen. Ga maar door, zegt Kuipers. Ajax houdt de bal. Martinez. Schot van Martinez. Het blijft bij pogingen vanuit de tweede lijn die dan overvliegt. Het gaat weer staan voor de thuisploeg. Ajax blijft op zoek. Blind. Snel doorgespeeld voordat Kerk daar iets mee zou kunnen. Tagliafico. Promes. Eerste paal komt Van de Beek. Promes kapt, is de bal even kwijt. Ziyech, bal verspringt van zijn voet. En dit, deze dubbele actie, eigenlijk zegt alles over Ajax nu. Dit zijn de mensen die het zouden moeten doen. Maar bij Promes gaat het mis op het moment dat hij de voorzet zou moeten geven. Legt hem terug op Ziyech. En diens aanname, toch een vrij fijne technische voetballer, is vervolgens dusdanig verkeerd dat de bal zover van zijn voet springt. Dat het een woord voor Utrecht is. Aanwijzingen voor Ziyech. Huntelaar. Promes, 1-2 met Huntelaar. Krijgt geen ruimte. Van de Beek, nee, die krijgt ook geen ruimte. Natuurlijk, niemand krijgt ruimte van Ajax. Daar rond het strafschopgebied. Kerk met Martinez. Dat doet Martinez goed.
wint de 1 tegen 1. Niemand van Ajax die tot in de 16 tot een schot kan komen. Dus proberen ze het steeds van buiten de 16. Promes wel bereikt. Kleiber maakt er een corner van. Er staat een wissel klaar. Dubbele wissel zelf volgens mij. Bij Ajax. Alvarez eruit. U ziet het. Danilo en Marin komen erin. Hé, Marin mag er weer eens mee. En Alvarez gaat er dus uit. Danilo mag erin. En Promes eruit. Gaat er dan maar daaruit. Dat is sneller. Marin voor Promes. Dus een aanvaller voor een verdediger. Danilo. Voor Alvarez. Deze bal voorlangs. Tadic houdt hem niet binnen. En Marin komt voor Promes. Danilo begint op links. Drie man achterin. Ja, dat zullen ze denk ik wel begrijpen. Blind blijft op het middenveld met Marin. Daarvoor Danilo, Van de Beek, Tadic, Ziyech en Huntelaar. Dat zijn de spelers die het voorin moeten doen. Met nog 10 minuten plus extra tijd. Nou, nog geen 10 minuten plus extra tijd. Van de Streek. Huntelaar erachteraan. Van der Marel. Allemaal weer naar voren roeien. Dit pakt nog beter uit. En ze gaan allemaal staan nu in Utrecht. Voor hem. Voor Mark van der Marel. Het staat misschien wel symbool voor deze prestatie. Speelt goed. Doet wat hij kan, geeft alles. En maakt Ajax, zodra de 16 betreden wordt, het onmogelijk dat er echt iets kan gebeuren richting Zoet. Onverzettelijk is Utrecht. Al ruim 82 minuten. Blind. Tadic, Marin raakt hem als laatste. Ziyech tegen Huntelaar aan. Blind. Harde bal. Huntelaar moet klaarleggen voor Van der Beek. Ja, die moet nog weer klaarleggen voor Huntelaar. Eén zo'n paas in de 16 kan misschien aankomen. Twee, dat lukt niet. Martinez. Wel goed verlengd op Tadic. Bal maar weer ingedraaid. Danilo kan daar nooit goed bij.
Maher. Bal kwijt. Van der Beek snel. Danilo snel. Huntelaar snel. Maar dan komt het strafschopgebied in zicht. Dest. Huntelaar met de omhaal. Heeft hij allemaal wel eens gedaan. Maar je kan dit toch onmogelijk een grote kans noemen. Ook niet voor Huntelaar. Met z'n allen naar de Kuip. Al dus de Bunnings uit en dan ook de rest van de Hogewaard erbij. De Kuip is in ieder geval dichtbij. Van der Streek geeft mee. Kleiber. Kleiber langs Martinez. Nou, dan moet hij nog een keer langs Martinez. Dat lukt niet. En dan raakt hij en dat kost Kleiber geel en dat kost Kleiber de finale. En in tranen is hij. Sean Kleiber geen bekerfinale. Ook al plaatst Utrecht zich omdat hij een overtreding maakt bij de achterlijn van Ajax. Kleiber doet nog steeds niet mee, loopt nog steeds voorin. Kleiber is even helemaal kapot. Van der Brom is woedend. Ja, maakt een wegwerpgebaar. Wat doet het er allemaal nog toe? Kleiber heeft het gevoel. Ach, wat is dit sneu. Ja, Van der Brom weet, we moeten eerst die finale maar halen. Maar dit is Paul Gascoigne. Het verschil is, Paul Gascoigne haalde de finale van het WK 90 niet. Waardoor de tranen misschien uiteindelijk net iets minder pijn deden. Kleiber heeft het gevoel, de finale is al gehaald. En die is hem nu ontnomen. Ja, ook door hemzelf. Wat een domme actie. Geel pakken bij de achterlijn van Ajax. Maher. Kerk. Vrije trap. Komt nog een keer geel aan voor Martinez. Hier reageert er iets anders op dan Kleiber. Kleiber gaat nog een keer met Kuipers praten nu. Kleiber, ja, ze proberen hem te beschermen nu. Maar dit, ja. Het is ook zo dom. Hij wil weer met hem gaan praten. Gustafsson praat met hem. Van der Marel gaat naar hem toe. Ja, laat maar met rust. Hem is de bekerfinale ontnomen. Dat gevoel zal Kleiber hebben. Dat gevoel snap ik. Ik denk niet dat hij echt blij zal zijn vandaag. Als enige van Utrecht. Maar misschien dat Baarbek het moeilijk heeft. Dat hij geblesseerd is. Maher. Voorzet komt dan aan bij Kerk. Kerk krijgt hem er bijna in. Maar schiet net voorlangs. Laatste minuut loopt. Extra tijd zal toch nog wel even oplopen. Niet slim, want Abbas staat ook op scherp. Daar zijn zijn spelers mee bezig. Ja.
kan zeggen, het zou heel flauw zijn van Kuipers om er geel voor te geven. Waarom zou je nu überhaupt die kans geven? 3 minuten erbij. Kleiber uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Daar is nog een kans voor Huntelaar. Ja. Omdat Utrecht weliswaar het feest al aan het vieren is. Kleiber al getreurd over de finale die al is gehaald en wordt gemist. Maar de finale nog wel even gehaald moet worden. Blind. Tadic. Corner. Wachten, er wordt gekeken, denk ik dan, of het Hens is of niet. De bal ging via iemand van Utrecht achter. En er wordt nu dus gekeken of dat een penalty waard is. Daar ga ik dan maar vanuit. Hier, want die arm is omhoog van Maher. Dus als die bal op die arm komt. Nee. Maher komt weg. Bal voorgebracht. Anderhalf minuut nog. Bij Ajax niemand die zich volgens mij heel erg druk om heeft gemaakt. Dat het slechts 3 minuten zijn. Mocht de 2-1 er nog in vliegen, dan wellicht wel. Blind met de corner die niet aankomt. Kerk. Abbas bij zich. Op weg naar 3-0. Eén goede paas. En het is, zou je zeggen, 3-0. Abbas. Abbas. Geen 3-0. Reageert Slot. Cruciale misser heeft begaan. Dat valt toch ook wel weer mee. Met deze stand en op dit moment in de wedstrijd. Kleiber nog een keer mee naar voren. Krijgt de bal. Kleiber van de bal gelopen. Oh, ze heeft een tweede gele kaart pakken voor Kleiber. Geen zin. Want werkt die schorsing niet opeens via de competitie. Danilo. Blind mag hem nog een keer voorbrengen. Schot van Blind. Zoet heeft. En Utrecht is de eerste bekerfinalist van 2020. Van de Bron flikt het weer. En zal nu eindelijk de finale ook willen winnen. En daar is de enige speler van FC Utrecht die niet blij is. Die niet oprecht blij kan zijn. Heel de Galgenwaard viert feest, behalve het uitvak, behalve de Ajaxide en behalve Sean Kleiber. Want die is geschorst voor de finale. Hij is helemaal kapot. Arme, arme Kleiber. Wat zal hij ervoor over hebben om die ene sliding terug te draaien. Dan maar achterin te blijven, niks te doen, niet die derde willen maken. Utrecht naar de finale, dat is het belangrijkste. Ajax verliest weer. Ligt uit Europa, ligt uit de beker. En staat nu alleen nog op doelsaldo, dus bovenaan in de Eredivisie. De titel is de enige prijs die Ajax nog kan pakken. In een fase waarin het seizoen waarbij veel uit handen is gegeven. En Ajax met onder andere nog een uitwedstrijd bij Utrecht voor de boeg. Een zwaar programma voor de boeg heeft om de titel ook daadwerkelijk dan nog te pakken. Het belooft nog een heel interessant slot van het seizoen te worden. Maar voor Ajax eindigt het bekertoernooi hier vanavond in Utrecht. Utrecht zien we terug in de Kuip.